Nou, deze golfbaan is de meest toonaangevende golfbaan van Nederland. Dat heeft te maken met het aanlegniveau van de golfbaan, de onderhoudsniveau van de golfbaan en vooral de serviceconcept om de golfbaan heen. Nou, ik denk dat de kwaliteit van het gras is heel belangrijk. Je ziet hier de greens, de tees, de fairways hier. Dat is de Formule 1 van grassoorten wat wij hebben hier op de Dutch. Dat is een groot verschil van de gemiddelde golfbaan in Nederland. En we hebben een team van hoogopgeleide greenkeepers die onderhouden de golfbanen op een heel hoog niveau, 365 dagen per jaar. De meeste golfbanen in Nederland hebben dat niet. Ze hebben niet de maanuren om de golfbanen op dit niveau te kunnen onderhouden. Ik heb hier een stimpmeter. Dat is een tool om de balsnelheid te meten op de green. Dat doe je door 3 ballen de ene kant te rollen, zoals dit. En 3 ballen de andere kant te rollen en daar neem je het gemiddelde van. En dan weet je wat de rolsnelheid is van de green. Nou, de ideale waarde van de balsnelheid voor ons is zo snel mogelijk. Zonder concessies te doen aan de gezondheid van het gras.